Utrecht zoals u de provincie nog nooit heeft gezien. Filmmaker Roald van Stijn maakte deze prachtige beelden. Goedenavond, dit is U Vandaag. Zometeen meer van Roald. Hij zit hier aan tafel, de filmmaker. En onze stamgast vandaag is Kees van Eijk. Kees, waar ga jij het zo meteen over hebben? Wat net al in het nieuws was, de gloortrein in Amersfoort. 50.000 euro boete voor ProRail. Ja, en in de tijd dat jij wethouder was, ja, daar, hè? Klopt. Nou, daarover straks meer. Maar eerst gaan we het hebben met Tanno Klein over Veilig Thuis hier aan tafel. Ouders die ten onrechte worden beschuldigd van kindermishandeling. Rapporten waarin onjuiste informatie staat of belangrijke informatie ontbreekt. We hebben de afgelopen weken uitgebreid bericht over de kritiek op de stichting Veilig Thuis. Een meld- en adviespunt voor kindermishandeling. Veilig Thuis onderzoekt meldingen van kindermishandeling. De cijfers laten zien dat slechts in de helft van de gevallen Veilig Thuis kan aantonen dat er iets serieus misgaat. Maar ondertussen worden wel onschuldige gezinnen overhoop gehaald. Ja, we zijn door een hel gegaan. En we zijn er continu mee bezig geweest om te kijken van hoe komen we hieruit en hoe kunnen we de goede ondersteuning vinden. Volgens veel ouders manipuleert Veilig Thuis rapporten. Rapporten vol met fouten en leugens. Alles wordt naar het slechtst mogelijke geschreven, zonder bewijs. Is er wel bewijs ten gunste van ons, wordt dat niet vermeld. Deze veel voorkomende klacht wordt bevestigd door diverse onafhankelijke deskundigen. Het rapport is niet gebaseerd op feiten, maar heel veel suggesties. En er is onvoldoende onderzocht of het ook klopt wat er staat. Sommige deskundigen eisen zelfs rectificatie nadat Veilig Thuis ontlastende verklaringen ineens uit een rapport had geschrapt. Wij zijn onafhankelijk, wij zijn relatiecoaches. Wij hebben ernstig geprotesteerd bij Veilig Thuis. Zij, jongens, dit is niet volgens afspraak. En wij willen dat dit gedeelte terugkomt. Ja, naast mij dus Tanno Klein van de overkoepelende stichting van Veilig Thuis. Tanno, het is niet een enkeling die dit zegt. We hebben 70 mails binnengekregen van mensen die zich hierin herkennen. Wat gaat er mis bij Veilig Thuis? Nou, ik wil in eerste instantie even noemen dat ik het jammer vind dat het beeld wat in de compilatie wordt geschetst over het werk wat mijn medewerkers doen. Ik merk dagelijks wat de interventies van mijn medewerkers kunnen betekenen voor de veiligheid van kinderen. En dat is waar we met elkaar voor staan. En ik betreur het dat de ouders en de deskundigen die in het filmpje voortkomen, dat die onze betrokkenheid op deze manier hebben ervaren. Maar zij ervaren het op die manier. Ja, dat hoor ik. En ik heb ook begrepen, hè, jullie hebben ook aangegeven dat er meerdere mensen zich gemeld hebben. En ik zou ook graag die mensen willen oproepen dat ze contact met ons opnemen. Mm-hmm. We hebben ook een nummer morgen ingericht waar mensen naartoe kunnen bellen. Mensen kunnen ook mailen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen over de dingen, over de opmerkingen, de klachten die ze over ons hebben. Die overigens niet alleen over ons gaan, maar ook over andere instanties. Maar herkent u zich hierin? Nou, ik herken me niet in deze kritiek, maar daardoor, ik neem niet weg dat ik er natuurlijk niet blij mee ben. Laten we vooral met elkaar in gesprek komen over, en laten we niet over elkaar praten, maar met elkaar praten. En dan kunnen wij met elkaar kijken maar hoe wat hier anders in zou kunnen. Maar hoe verklaart u dan dat er mensen zijn die bijvoorbeeld beschuldigd... Er is een familie uit Utrecht geweest. Ja. Die zou beschuldigd zijn van dat zij, hun zoontje was ziek. Maar zei toen Veilig Thuis, nee, uw zoontje is niet ziek. U doet alsof uw zoontje ziek is. Artsen hebben gezegd, nou, dat lijkt me niet heel erg aannemelijk. Dus het is eigenlijk bewezen dat dat niet klopt vanuit Veilig Thuis. Hoe verklaart u dat dan? Nou, kijk, dit is volgens mij niet de geschikte tafel om specifiek op de casus in te gaan. Dat zou ik ook vanwege privacyoverwegingen ook niet kunnen doen. En dat wil ik ook niet doen. Dat ik noem ook geen namen, maar ik ben wel benieuwd wat daar uw verklaring voor is. Kijk, wij hebben, als het om dit soort zaken gaat, hebben we gewoon klachtprocedures. Mensen kunnen naar de tuchtrechter gaan. Wij werken gewoon veel volgens landelijk vastgestelde richtlijnen. En op het moment dat blijkt uit een klachtprocedure of uit een tuchtrechtprocedure of uit een andere procedure dat wij ons beleid moeten aanpassen, dan zullen we dat natuurlijk altijd doen. Mm-hmm. En het is helemaal niet in ons belang en wij beschuldigen ook ouders helemaal niet van kindermishandeling. Het gaat ons er vooral om dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Nou ja, niet beschuldigen van kindermishandeling. Er zijn ouders waarbij is gezegd, ja, de vader in dit gezin is veel te agressief. Waarbij later bleek dat dat niet waar is. Of inderdaad, ouders hebben gezegd dat hun kind ziek is, maar het kind is niet ziek. Wat ook een vorm van kindermishandeling is. Kijk, wij doen ons werk op basis van signalen die we hebben gekregen. Het is denk ik goed om aan te geven dat wij op jaarbasis 7000 meldingen krijgen. En maar van die 7000 doen wij maar in 10% van al die meldingen doen wij onderzoek. Dus wij zijn zeer terughoudend in wanneer wij onderzoek doen. Omdat wij goed weten wat de impact kan zijn. En als wij onderzoek doen naar zorgen die bij ons zijn gedeeld. Maar zodra jullie onderzoek doen, krijgen bijna alle mensen die zo'n onderzoek krijgen ook een stempeltje van er mankeert iets. Nee, wij gaan in gesprek. Hè. Er zijn dan verschillende instanties, scholen, huisartsen, ziekenhuizen die zorgen hebben gemeld. En wij gaan niet mensen beschuldigen. Wij gaan met mensen in gesprek over die zorgen. En met name om samen met hen die zorgen aan te pakken. Mm-hmm. En ik kan gelukkig vaststellen dat ons dat in heel veel onderzoeken lukt. En alleen in die onderzoeken waar wij daar niet goed over in gesprek komen... ja, daar heb je soms dat je tegenover elkaar komt te staan. En dan maak je andere stappen. Ja. Maar veruit de meeste onderzoeken kwamen wij er prima uit met ouders... en met het netwerk om de zorgen die er zijn rond veiligheid, ja, om die op te pakken. Nu weet ik dat er inderdaad vorig jaar bijvoorbeeld bij 700 mensen onderzoeken zijn geweest... en bijna bij allemaal hebben jullie ingegrepen. Ik zit dan te denken van, nou, mensen zeggen dus inderdaad... dat is bij mij onterecht geweest dat er is ingegrepen. Dan denk ik, jullie zijn een stichting, dus waarom zouden jullie dat doen... dat jullie dan ingrijpen zonder dat daar echt een reden voor zou zijn geweest? Maar jullie zijn wel een particuliere stichting... krijgen natuurlijk geld als jullie een behandeling uitvoeren. Is dat de reden dat heel veel behandelingen natuurlijk maar ook meer geld opleveren? Het is natuurlijk een marktwerking. Nee, dit is echt een totale misvatting. Kijk, we hebben in Nederland 26 veilig thuisorganisaties. Dat is gewoon op basis van wet en regelgeving. Dat heeft dus niets te maken met een particuliere instelling. Dat is gewoon omdat wij in Nederland het met elkaar in de samenleving belangrijk vinden... dat er iets gebeurt aan de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Ja. En dat betekent op basis van... die signalen, op basis dus wat ons werk is... op basis van wettelijke bevoegdheden die wij gekregen hebben... om te onderzoeken hoe serieus die signalen zijn. Maar hier is ook een beetje de vraag van... in hoeverre de financieringssystematiek niet uitnodigt... om juist heel veel casussen in feite te creëren... en daar zwaardere casussen van te maken dan ze misschien in werkelijkheid zijn. Maar Kees, zou dit bijvoorbeeld een overheidsinstantie moeten worden? Nou, ik ben niet altijd meteen een voorstander van als ergens iets misgaat of dreigt te gaan... om dat meteen een overheidsinstantie te doen. Als ik ook lees wat voor een deel problemen zijn... de administratieve last die er is, de personele problemen die ook in deze sector plaatsvinden... dat kan een overheidsorganisatie ook niet meteen oplossen. Dus dat zou ik niet meteen zijn. Het is wel zo, de opdrachtgever is een belangrijk deel natuurlijk de gemeente... ook met de financiering daarvan. Ja. Daar moet je wel goede, harde afspraken over maken... dat de kwaliteit van de uitvoering gegarandeerd wordt... Ja. En als er dingen misgaan, dan vind ik ook, zie het u om op te roepen, om te communiceren... maar ook dat die communicatie echt daadwerkelijk goed gaat... en dat er ook van geleerd wordt van de fouten. En daar ben ik wel benieuwd naar wat uw leerproces als het ware is... van als er iets misgaat. Kijk, ik denk, vandaar dat ik mensen ook oproep om zich bij ons te melden. We hebben een kleine inzage gekregen en alle reacties die zijn binnengekomen. Die zijn nogal divers. Er zijn reacties binnengekomen? Of tenminste al weer oproep? Nee. Oh, okay. Bij u, wat wij gezien hebben, is nogal divers. Dus wij moeten daar gewoon over in gesprek. En we zijn overigens ook met alle veilig thuizen... Wij werken op basis van een landelijk protocol. Dus we zijn ook elke keer aan het kijken van als er signalen komen... hoe we dingen anders en beter kunnen doen. Dus dat is een continu proces. Dus jullie staan wel open voor verandering? Dat is absoluut niks. Ik wil toch even bij alle nadruk... wij hebben er geen enkel belang bij om, laten zeggen... mensen onnodig onderzoek te laten plegen. Wat ik al aangeef, wij doen maar in 10% van alle meldingen die binnenkomen... doen wij onderzoek. Als wij een prikkel zouden hebben... Dus wij zijn daar zeer terughoudend in. Dat is ook onze opdracht en dat is ook wat landelijk is vastgesteld. Helder. Oké. Nou, hopen dat mensen zich melden. Ja. Dank u wel. Dank je wel. We gaan over tot Roald. U zag het net al even snel. Kijk, ik heb heel erg in de haast van de dag... vele werken, miezerend weer buiten... dat ik niet meer echt de schoonheid van de provincie af en toe zie. Maar Roald, dat heb jij daarentegen wel. Ja, zeker, ja. De provincie Utrecht is schitterend. Je hoeft helemaal niet naar de Veluwe of naar de Waddeneilanden. Al het moois in Nederland, dat kunnen we hier ook in onze provincie vinden. Waarom is onze provincie zo schitterend? De afwisselende landschappen. We hebben een heel mooie polder, rivieren, zandvlaktes, een heel mooi bos. Zoals de Kaapse bossen bij Doorn. Ja, zijn schitterend. Die zijn echt schitterend. Ja. En hoe schitterend die zijn, dat heb jij absoluut prachtig in beeld gebracht. Laten we even kijken. You see, darling, I'd give you the world, but since it all isn't mine, I'll give you all that I truly own. I'll give it to you to live in. that it decay. Be there, live there, make it your own, boy, make me your home. Prachtig. 2 minuten. Hoe lang duurt het om zoiets te maken? Ik ben met deze video zo'n 5 jaar bezig geweest. 5 jaar? Ja. Voor 2 minuten. Geweldig. Zeg. Nou, je geeft wel toe dat het er dan niet elke dag zo mooi uitziet. Nee. Ja. 1 op de 10 keer was het zo. Dus het is heel vaak... was het niet allemaal perfect. Ja. Daarom heb ik er ook zo lang over gedaan. Als we teruggaan naar die punten... totdat je het perfecte licht hebt... En op de perfecte tijd, op de perfecte plek ben. Ja. Nou, het zag op een gegeven moment hele bijzondere lucht voorbij komen. Zo'n shelf cloud. Ja. En daar heb je ook heel lang over gedaan om die echt perfect in beeld te krijgen, ja, toch? Ja, klopt. Ja, dat meestal werd ik nat geregend. Ja. Of stonden er toch weer wat gebouwen in beeld die je daar niet wilde hebben. Ja. En deze keer was het licht perfect. Ik werd niet nat geregend. En ik kon me heel mooi langzaam aanzien komen. Maar dan heb je daar dus al een paar keer in de regen gestaan... en dan lukt het niet en dan zie je ineens dat het lukt. Dat lijkt me echt zo, dat is zo mooi. Ja, ik stond te stuiten achter mijn camera. Ja, dat snap ik. Om me heen overal afstand, onweer. Dus eigenlijk had ik helemaal niet in dat veld moeten staan. Maar ik dacht van pak ik hem ook. Ja, en als laatste nog even aanstippen van deze muziek eronder... die maakt het ook wel helemaal af. Ja, ik ben ook heel erg blij dat de muziek van Pitou hebben mogen gebruiken. Pitou, een zangeres uit Amsterdam? Ja, klopt. Ja. Heel een magisch sfeertje. Ja, ook haar andere nummers. Het is heel erg mooi. Mensen moeten vooral luisteren naar Pitou. Heb je nog meer in het vooruitzicht? Mooie filmprojecten? Ik heb heel veel materiaal. Dus er moet ook een korte documentaire over de Utrechtse Heuvelbrug komen. En met Utrecht Video, het bedrijf waar ik normaal video's van maak... willen ook een 360 graden video maken over Utrecht. Dat je echt met een 360 graden bril heel vet Utrecht kan zien... En dan hopen dat je eigenlijk deze mensen inspireert die dit kijken... om zelf ook eventjes de natuur in te gaan. Ja, Utrecht is zo mooi. Ga naar buiten. Helemaal goed. Ja. Ja. Leuk. Iedereen verliefd op de provincie. En we gaan dit viral maken. We zorgen dat het helemaal op internet een hit gaat worden. Wij houden er graag aan mee. Dat gaan we doen. We gaan het hebben over ProRail. Want u heeft het net nieuws misschien al gehoord. ProRail moet €50.000 betalen... omdat ze niet helemaal netjes om zijn gegaan met gloortreinen. Ook in Amersfoort. En in die tijd, dat is intussen alweer 4 jaar geleden... was jij, Kees van Eijk... stamgast aan tafel, wethouder daar. Dus je weet het goed? 4 jaar geleden speelde dat. Ik was daar wethouder milieu ook voor. Gloortreinen rijden eigenlijk niet meer door het land... maar eens in de zoveel jaar gebeurt dat. ProRail, de beheerder van het spoor, die regelt dat eigenlijk. Die organiseert dat onder sterke controle. En de inspectie voor de leefomgeving kwam erachter... dat de route die zij gevolgd hadden niet conform de regels ging. Men ging stoppen op het station in Amersfoort. Dat mag, maar niet op het spoor waar ze gingen staan. Ze gingen naar een onbeveiligd spoor. Men rangeerde, koppelde de locomotief af... om een nieuwe locomotief achter te zetten. Absoluut riskant. Ik denk bij gloor niet per se aan heel gevaarlijk spul. Is dat zo gevaarlijk? Levensgevaarlijk. Ja, gelukkig, heel dom dat ik dat zeg. Gelukkig gebeuren er weinig ongelukken, maar er zijn ongelukken... met name in Amerika zijn er ongelukken van... met tientallen doden en... als het misgaat, dan gaat het goed mis. Maar en dat kan niet natuurlijk in het drukbevolkt gebied zoals in het Amersfoortse. Nee, en heb je daar überhaupt dan als wethouder of als gemeente invloed op? Dat je misschien wel helemaal niet wil dat zo'n trein door je... Nee, dat kan je niet verbieden, want het is de ministerie die een convenant heeft... met de producenten en die dat regelen. Dus je moet het doorlaten. Maar je hebt wel afspraken te maken over de milieuvergunning... waar men zich voldoet als men op het gebied van het spoor is in de stad. Dus rondom het rangeerterrein, daar waar de koppelingen gemaakt worden... en de wagons eventjes weggaan, zeg maar. Daar heb je zeggenschap over. Oh ja. En daar maak je via de milieuvergunning afspraken over. En daar heeft men zich niet aan gehouden. Nee, maar dat was 4 jaar geleden al duidelijk. En er wordt nu pas wat aan gedaan. Ja. Te laat. Ja, dat het 4 jaar duurt voordat er een uitspraak is, vind ik wel erg lang. En dan maar €50.000? Ik snap, nou, dat, het bedrag vind ik eigenlijk nog niet het belangrijkste. Er is 150.000 gevraagd of geëist, dat maakt me niet zo gek veel uit. Dat ze in ieder geval een tik gekregen hebben, dat vind ik wel van belang. Want dit soort zaken, daar hoor je zorgvuldig volgens de regels mee om te gaan. En je zet het leven van veel mensen op het spel. Dat kan gewoon niet. En wat dat betreft correct dat men, maar helaas na 4 jaar pas, dat is wel heel erg lang. Want alle onderzoeksrapporten waren in 2013 al klaar. Nou, hopelijk heeft het ze in ieder geval wakker geschud. Dat hoop ik wel. Ja. Ja. Ik dank de heren aan tafel voor jullie gesprek. En ik dank u thuis voor het kijken. We zijn er doorheen en we zijn er morgen weer met een nieuwe U Vandaag. Graag tot dan.